Goedenavond allemaal en welkom weer bij een nieuwe weekvideo. Wij zitten hier op Schiphol. En het is nu... Hoe laat is het eigenlijk? Het is nu 3:30 s'nachts. Onze vlucht vertrekt om 6:00. Dus we zijn er ruim van tevoren. Maar het is wel echt super saai nu, want er is echt niks open. Hé, die parfumstore gaat open. Of was die al open? Alles gaat open in een half uurtje. Oh, nou alles gaat open in een half uurtje. Nou, hier zitten echt vieze droge meuk te eten. Het is niet droog. Jij eet het niet. Oh. Eigenlijk... Is het lekker? Hoe moet je lekker met je eigen zaak? Ja, het is hartstikke lekker. Net zei je heel wat anders. Ja, dat was de eerste hap, maar toen was het er niet bij het beleg. Nou, ik heb lekker Pringles met cappuccino. Nee, dat is niet droog. Ja, want u denkt droog hap, terwijl ik wel gesmolten kaas en jij komt met Pringles. Ik heb een droog bestelling. Droogste wat er is. Oh, nou, ik ga jullie echt even iets heel grappigs vertellen. Vanochtend had ik opnames voor GoGo. En ja, die opnames hadden we dus in een luchtvaartmuseum, omdat we dan zogenaamd gingen vliegen. Dus we moesten allemaal leuke shots opnemen met een trolley en een paspoort. Had je een paspoort nodig daar of niet? Uiteindelijk heb ik die paspoort niet nodig gehad. Nee, nou luister. Dus ik heb mijn paspoort meegenomen. Ben ik mijn paspoort vergeten op dat luchtvaartmuseum. En niemand kon me vinden. Hij is gewoon weg. Mijn paspoort is gewoon weg. Ik heb helemaal in de stress. Hun schuld, hè? Ja. Hoezo eigenlijk? Jij kon er niks aan doen. Ja, maar je... Het is hun schuld dat hun zijn dichtgegaan. Een luchtvaart. Ja, ze hadden, want ik ben nog teruggereden naar Lelystad. Als je niet pas had, was je mijn kop ook kwijtgeraakt. Dat is echt ongelooflijk. Ja, alle anderen schuld eigenlijk. Ja, alle anderen. Neem een keer de verantwoording, dus je... Je legt hem weg, je weet dat je 12 uur later ga je echt vliegen hebben voor het echt niet nodig. Je had er dan gewoon overal rondslingeren. Ja, eigenlijk lach ik, maar... Ja, als je daar dan ga je huilen. Ja, oké. Dus ik ben dus wel naar binnen gekomen. Ik ben binnengekomen zonder paspoort. Dus ik ging naar de gemeente om een spoedpaspoort aan te vragen. Heb ik helemaal zo'n formulier gekregen die ik dus mee heb gekregen voor de marechaussee op Schiphol. Uiteindelijk komen we hier aan om 3:00 s'nachts. Krijg ik te horen dat die balie dus dicht is waar ik dus een spoedpaspoort aan moet vragen. Nu ben ik dus binnengekomen zonder paspoort. Maar nu komt het volgende probleem. Hoe ga ik eruit? Ja, ik ben heel benieuwd of ik het land uitkomt in die pizza. Oh ja. Ik hou mijn hart al vast. Heel spannend. Zonder paspoort op reis. We hebben dus een auto gehuurd via Do You Spain. We zijn nu op een busje aan het wachten en dat busje heet Klik en Rent. En dat shuttlebusje die brengt ons zeg maar naar onze huurauto. En dat zit op het vliegveld, zitten hier allemaal mensen te wachten. Ja, en we zijn allemaal best wel kapot, want we hebben dus niet geslapen. Alleen Niek heel even kort, totdat hij wakker werd van noedelsoep op zijn arm. Ja, het ziet er echt zo smerig uit. Echt die hele trui is aan smerig. Dat waren onze draaien. Dat is draai 1. Ja, maar ik ga het met finish proberen eruit te krijgen, schat. Met je finish. Yes, ik lag zo te slapen. Oh, Niek was zo boos op mij. Ik werd gewoon wakker van de drap.
Nu kan ze echt boos. Maar je hebt wel echt een mooi zonnebril net gehaald op Schiphol. Laat eens zien. En de zijkant van jou, Versace gang. Oké, wij zitten in de huurauto. Ik zie ook helemaal niet wat er nu achter me is. Ik heb het kapot in. Helemaal bepakt. Oh, ja, dit het is echt ongelooflijk heet. Naar rechts, rechts af. Alle koffers in de auto. In de auto gepropt. Toppen altijd. Colin en Niek, die hebben wel goede logica, logistiek. Logische logistiek. Wat voor auto is het? Een T-Roc, toch? Ja. Ja, we rijden nu in een blauwe T-Roc. Best wel een leuke auto. Rijdt wel lekker, denk ik. Wel een liever in het zwart gedeelte of niet. Ja, ja. Het is inmiddels kwart over elf en we rijden naar het hotel. We zijn aangekomen bij ons hotel, Amare. Helemaal nodig, hè? En ja, het ziet er al heel mooi uit van binnen. Chagaroenig, ja, hè? We gaan nu met onze spullen naar boven, dus ik laat zo meteen wel even het hotel aan jullie zien. We are arrived in a room en ik doe natuurlijk even een roomtour met jullie. Nou, dit is de badkamer. En dan heb je hier het toilet. En dan hier is het bed. Daar wat kleding. Hangers. Ik zat er stil mee, maar het staat. Leg jij niet meer te helpen? Met die Facebook. En dan hier hebben we het balkonnetje. En Cole en Niek zijn alvast begonnen met hun eerste bakel. Nou, cheers. En dit is onze view. En wij zitten aan die kant. Ja, maar je moet die mooie stoelen moet je nou zetten. Eentje per dag. Nou, we zitten dus nu aan het restaurant, zwembad van Amaro. We hebben heerlijk wat hapjes besteld. Laten we even zien. Wel lekker. We hebben hier calamari, wings, aardappeltjes. Wat is dat voor club? Zeg maar, is er club kip? Het ziet hier echt heel mooi uit. Ja, ik ben dus mijn mascara vergeten, maar ik doe even een outfit check met jullie. Ik heb mijn roze jurkje van Opoly aan, slippertjes van Amoda. En jij, Niek? Bloesje van? Dat kan ik niet vertellen. Nou, en hij heeft ook hele mooie armbanden om, laten zien. Sorry, oh, what the fuck is dit? Blood Diamond. Nou, ik ga het echt van je pols aftrekken. Het is normaal zo even leuk, je pizza. Maar ik vind het niet leuk. Wij gaan in ieder geval nu even naar het oude stadje. En dan gaan we daar een hapje eten bij Olivia. Olivia, ik wil niet dat je mij vergeet. En we hebben net even een paar uurtjes geslapen. We zijn nog best wel moe eigenlijk. Poeh, het is best wel warm. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't be replaced. So go now, and do what you do. That's why I'm fine. So come on, let me choose you. I won't please you in any way I can. I won't share my world. Don't you understand? Kijk, ze hebben hier echt te leuke sieraden. En Niek en ik hebben allebei een armbandje gehaald. En Claire ook. Claire, welke heb jij gehaald? Kijk, die van Colin gekregen. En ik heb deze. Dat is wel echt mooi, hè? Maar ik wil ook zo een met die bloemen die Niek, jij hebt. Laat eens zien welke jij hebt. Ik heb er twee. En wat bedoel je? Een hele bijzondere karate, die komt uit Zuid-Afrika. Is dit leuk erbij? Nou, staat je goed, schatje. Ja, dit is een grote spiegel.
Zo, we hebben heerlijk gegeten bij La Olivia. En ja, het zit echt op een heel schattig stukje in oud Ibiza. In een leuk soort ja, steegje. En het eten is echt super lekker en heel gezellig. Er komen ook af en toe mensen daar met een muziekinstrument spelen. Dus dat is allemaal wel heel erg leuk. En nu lopen we gezellig met z'n viertjes een beetje door de stad. En we hebben net even leuke armbandjes gehaald. Ik heb deze. Twee gehaald, die twee bovenste. En Niek heeft zijn hoedje heeft hij gehaald. Die heeft hij nog steeds op. Dus ja, we zijn nu gezellig gewoon even lekker aan het struinen. Gewoon gezellig aan het wandelen. En dan lopen we zo meteen weer naar de auto toe. Kijk even hoe stijl deze berg is. Maar dit noemen we balans. Eten, drinken, daarna berg beklimmen. Ik kan niet meer. Ik zie er niet meer uit. Vooral Claire is er klaar mee. Nou, begin van de avond was ik al gestrooid. Dat we, godverdomme, 20 minuten hebben gelopen. De auto. Ja, klopt. Dat is er rond. En nu moeten we weer de heuvel op. Want we staan best wel ver geparkeerd. Want er was geen plek. En toen moesten we helemaal omlopen. En toen kwamen we nu achter van, oh, je kon eigenlijk over de berg en dan naar de auto. Ja. Maar hij is helemaal kapot. Oh, wel mooi uitzicht zo. Ja, nee. Nee. Oh, ik hoor ze al praten. Ik hoor niet zeggen, volgens mij was het beneden, hè? Dan word ik echt gek als we weer naar beneden moeten. Oh, maar nee, ik zie er nog zo heen. Ik ga er niet weer op, hoor. Ik zie daar nog zo één. Moet je kijken hoe ver we al zijn gelopen. Met onze slippertjes. Ah, nee. Hé, hey, maar ik zie daar bouwval. Ze hadden daar toch ook aan het bouwen? Oh, het is daar. Ik weet zeker dat we de auto daar hebben geparkeerd. Ja, in het water ligt. Nou, status update. Wij zijn verdwaald. We kunnen de auto niet vinden in dit grote kasteelachtige fort iets. Het is niet normaal. We zijn alleen maar rondjes aan het lopen hier heuvel op heuvel af. En kijk even, die kiezelstenen zijn ook gewoon echt glad. Kijk dit, het glimt helemaal. En Claire die durft niet meer, want die heeft slipjes van de Zara aan. En ze is zo bang dat ze op de bek gaat. Ze is helemaal klaar mee. Nou, ik sluit deze maandag af. Ik zie jullie morgen allemaal weer, want dit wordt nog een zoektocht naar de auto. Het is vandaag woensdag en ja, ik ben heel erg bezweet, want het is echt kapot warm. Hoe warm is het eigenlijk? Ik denk dat het wel 28 graden is nu. Ja, 30 plus. En we liggen dus hier al heel de dag. We hebben lekker gegeten, gedronken en Claire en Colin liggen naar het zwembad. Vandaag is het eigenlijk gewoon heel de dag hoteldag. Het is gewoon lekker zonnen en morgen gaan we naar O-Beach. Dus dan gaan we echt party. En nu is het gewoon heel de dag hotel chillings en een beetje content maken. Dus ja, ik heb trouwens een bikini aan van Lovies. Heel leuk, in het licht roze. En ja, deze zonnebril heb ik gisteren gekocht bij in Old Town Ibiza. Kon ik niet laten. Ik moest en zou een grote zwarte zonnebril. Hey. Liek, je spuit allemaal zonnebrand op mij. Ja, gadverdamme. Wow, ik ben wel echt lekker bruin geworden vandaag. Kijk, ik heb hier helemaal bikini strepen. Maar we hebben echt heerlijk gechilled. Heel de dag aan het zwembad. Echt zo'n lekkere hoteldag. En we hebben ons nu klaargemaakt. Want we gaan even een hapje eten hierboven. Boven? Nee, het is helemaal niet boven. Ja, ja, ik denk heel de tijd dat we een diner op de rooftop hebben. In mijn hoofd. Ik wil gewoon dat we een diner hebben op de rooftop. Nee, het diner is gewoon beneden waar het ontbijt ook is. Dus ik ga het jullie wel even laten zien. Dit is trouwens mijn outfitje. Top Zara, shortje Zara en slippers van Chloe. Ja, en onze kamer is wel een beetje een troep. Maar het scheelt alvast dat Niek al wat heeft opgeruimd. Alleen ik moet echt nog even opruimen. Ik had daar geen tijd voor. Ja, klaar voor cowboy Billy Nicky. Of course. Nicky from the hood. Nou, zo ziet het hotel er ook echt mooi uit.
zijn even aan het shooten met Cowboy Billy Nicky. Ja. Cowboy Nicky. Oké, we zijn nu beland op de rooftop van het hotel. En dan gaan we hier even, gaan jullie een lekker hapje eten. Het ziet er wel echt heel mooi uit hier. Niek, ga nou uit bed, kom op. Laat mij eens even met rust. Nee, ga uit bed. Ik vraag het al 100 keer, jongen. Claire en Colin die stonden net al voor de deur. Ze zijn al even te vroeg, is het niet ons probleem? Wat die nu afgesproken? Ja, maak hun dat maar wijs. Ja, dat ga ik zo doen. Nou, gelijk heb je, jongen, wat. Kijk, Niek slaapt altijd met een beertje, zo ja. Schattig. Nou, bij mijn eigen bus zou ik niet dit doen, hoor. Ja. Hè? Gaat er op, doet het pijn voor je? Hey, niet mijn... Nee, Silo. Je uit. Het is vandaag donderdag en wij gaan nu naar O Beach. Dit is mijn outfit. Ik heb een bikini aan van Lofies. Rokje van de Lola's Club. En we zien er allemaal uit als stelletje Jordies. Kijk, Nico met zijn oudje. Maar we zijn wel echt lekker matchy vandaag. Dat lijkt wel op. En Claire heeft ook een superleuk setje aan. Van wat is het? Van de AliExpress. Zo. Heb je dat express besteld? Colin die zegt taxi in plaats van cap. No cap. Wat een leuk kleurtje heb je aan, bro. Under Armour. Colin is Under Armour model. Oh, en hier is ons taxi. We hebben een auto gehuurd, maar goed, we gaan natuurlijk wel suipen. Dus we kunnen beter met de taxi gaan. Nee, is voor ons. Het is ook echt maar 10 minuutjes hier vandaan, dus dat is wel heel erg fijn. We zijn nu onderweg naar waar gaan we ook weer naartoe? Blue Marlin. Oh ja, naar Blue Marlin. En dit is onze outfit of the day. Claire heeft een jurkje aan van Zara. Van de Zara. Zara. Ja, ik ben ook helemaal voor die Zara. Oh, het is warm. En Thijs, Tissa is inmiddels ook aangekomen. Hey Thijs. Hallo. Hallo. Heb je een beetje zin in, maatje? Ik heb wel bij het zitten. Nou, gezellig. Oh, val bijna. Feest, vakantie houden toch? Lekker. Feestje maken. Tot wanneer blijf je hier ook weer? Maandag. Oh ja. Lekker feesten. Ja, ik ga niet om half uur wachten hoor. Heb jij betaald om mijn eten te filmen? Ja. Het is wel lekker hoor, Claire. Zonde eigenlijk. Voor 15 euro kon ik hem niet laten liggen. Ik kwam bijna niet zo mooi. Niet even kijken. Niet strijden maar. Lekker tissue. Hey, dit is lekker man. Oh.
Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En wij zijn nu onderweg naar Calabasa, een strandtentje hier op Ibiza. Ja, we komen heel veel Engelse mensen tegen die zeggen Ibiza, Ibiza. Dus ja, we gaan nog wel lekker chillen heel de dag. En Kleine en ik waren daar dus geweest toen we een jaar of 21 waren. 4 jaar geleden, het is toch wel langer terug. Ik ben nu 27. Niet. 6 jaar geleden voor mij. Ja, 6 jaar geleden was ik toen hier. Maar ja, we gaan gewoon even lekker de stranddag van maken. Ik kan veel dichterbij parkeren. Ik hoop dat de jongens het ook leuk gaan vinden. Het is niet echt een hele party daar, maar ik kan er wel gewoon lekker liggen. En gisteren hebben we dus nog wel even lekker gegeten bij Blue Marlin. Nee, trouwens, eten vonden wij niet lekker op Blue Marlin. Maar het leek me wel een keer leuk om daar overdag heen te gaan als je een beetje zonnetje hebt. Ja, het is niet waard om in zo laat te gaan zitten hoor. Nee. Het was best wel prijzig en het was gewoon hartstikke donker. Je zag helemaal niks. Ja, het was heel donker. Je zag niks aan het eten. Dat is niet lekker. Dus niet voor herhaling vatbaar, denk ik. Misschien een keer om te lunchen, maar niet voor buiten of te eten. Ja, of gewoon vroeg avond eten. Ja, of vroeg avond eten. Mr. X. X? Mr. X. Oh. Maar ik wil hier ook nog eens, maar dat is gewoon niet echt Ibiza. Ibiza. Zei toch, het is hier heel warm. Hier gingen we toen eten. Nou, cheers, sis. Cheers, Nicky. Cheers, Joan. Op de good life. Vind je de vakantie tot nu toe? Nee, je auto's klaar. Ja, gaat wel. Ik ben weer hersteld van gisteren. Gisteren was eigenlijk zwaar. Maar vandaag zijn we weer moed aan het indrinken voor de rest van de dag. Wat lief je. Deze sangria hier is trouwens wel echt heel lekker. Of heeft hij niet gezegd? Kijk, ja, is echt goed, ja. Ik laat wel eventjes zien. Weet je waarom die nou zo lekker is? Zal ik je vertellen waarom die zo lekker is? Omdat we nu met champagne doorheen aan het drinken zijn. Normaal is het Prosecco of Cava. Cava zelfs. Zit hier champagne doorheen? Dit is champagne. Ze maakt een stukje frisser nu ook. Oh, serieus? Oh, ik vind hem echt heerlijk. Hoe? Sereneus. Dit haat ik altijd. Ik heb mijn voeten. Dat vind ik echt vervelend. Vind je dat Fred vervelend? Ja, en die zand op mijn bed. Ja, ik vind het ook irritant. Die buien komen ze lekker wegvegen. Heb ik eens eentje? Ja. Hé, hey, Versace. Oh, nou. Sorry. Hallo. Nou, een leuk film. Nice, hè? Ja. Die zitten naast. Oh nee. Oh, Thijs. Oh, wat is zo. Wauw. Dit kan ik best wel hebben, man. Oh ja, komt ook nog, hè? Jeetje, wat een ding, zeg. Wat een ding. Die haar is zo droog. Voor één kant en de andere kant gewoon niet. Looky, looky man. Big looky man. Yeah, walk one man. Yeah, man. Ik heb dus een t-shirt gekocht. En ik heb een jurkje gekocht. En nu komt iedereen naar ons toe. Want ze zien dat wij hier van alles nog wat kopen. En nu heeft een mevrouw Niek gewoon zo ver gekregen dat Niek gewoon zijn hele haar aan het vlechten is. Of ik er zo blij mee ben. Nou ja, ik dacht dat hij alleen, alleen één vlechtje wilde. Gewoon zijn hele haar. En hij zegt dus ook dat hij het gewoon naar Elro's aan wil doen vanavond. Het gaat echt helemaal mis hier met Miet en die pizza. Doet het pijn? Het is niet echt heel aangenaam of zo. Maar ik weet waar ik het voor doe natuurlijk, hè. Voor wat? Om mij op te fokken, daarom doe je het. Nou jongens, Thijs is aan de buurt. Oh, sorry.
Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. Cheers. Niek. Oh, erg. Nee. Jij krijgt helemaal niks van mij. Nou, ik wel een vogelverschrikker aan zien. Allemaal naar de kloten. Maar hij zit er wel uit. Hij is wel leuk. Nee, thuis bij jou staat het de mooiste. Vooral de achterkant. Vooral de achterkant. Niet veel, maar even je eigen hoofd. Hoe kan ik, moet dat ook weer omhoog? Ja, zo. Ja, omhoog. En dan jezelf, joh. Lekker. Ik ga dit op doen. Ik ben niet meer boos. Hij is verschrikkelijk. I got the ride. Ja. We zijn even teruggekomen in onze hotelkamer. We hebben heerlijk gelegen heel de dag bij Calabasa. En we hebben ons weer omgekleed, want we gaan natuurlijk weer stappen vanavond. Ik draag een topje. Ik moet ze optreden. Oh ja, ik dat is waar. Het is nog 10 uur. We staan er uitverkort, 50.000 man. Welk nummer, met welk nummer ben je nou? Because I keep the... En jij weet het nummer niet eens. Ik zat als een I got the right, every tepper tap on you from the start. All I can get a right, the things that you want, it will I. Toch, je noemt jezelf toch Shanna Paul? And if you like, you can also put on some dreads. Eerst was ik best wel boos eigenlijk op niet dat hij deed. Want ik dacht, ja, ik vind het echt heel lelijk. Ik vind het nog steeds lelijk, maar ja, toen vond ik het eigenlijk wel grappig. En ja, toen moest ik eigenlijk ook, hè. Maar ik vind het eigenlijk nog best wel leuk staan. Alhoewel, het zit eigenlijk ook een beetje scheef. Maar ik doe wel vaker van die staartjes hier zo. Besef dat Joan zeg maar zo geïrriteerd was. Terwijl ze eigenlijk gewoon de humor er ook niet in van kan zien dat ze gewoon het water in is gegaan. Ze is gewoon weggerend. En met een blik dat je denkt van wauw, wat keek er allemaal aan, hoe kan ze nou boos aan? Maar ze was gewoon dus echt boos. Zelfs een Engels jij kan dus naast echt, de... Jij kan echt gewoon slecht tegen kleine veranderingen in het leven. Kijk hoeveel kleine problemen je allemaal hebt. Ja, moet je kijken hoe je eruit ziet. Ja. Ik moet met jou heel de nacht nog lopen, hè? Het is hier op mijn kop heb gehad. Ja, maar ik weet gewoon dat jij dit 4 dagen op je hoofd wil laten, Miek. Hey, ik ken jou. Eén dag, je doet het vanavond. En dan morgen haal ik het nek uit. Jongens, we doen natuurlijk even een outfit check. Ik heb een top van Most Wanted aan. Broekje van FOMO. Cowboy laarsjes, Goods & Goods. Die doe ik gewoon op elk feestje aan. En mijn witte tasje. Ja, volgens mij zijn we alweer een beetje laat. We hadden een half uur de tijd om ons klaar te maken. Volgens mij zijn we alweer 3 kwartier verder. We komen iedere keer laat door Shanna Paul. Shanna, give it up. Gaan die hele tijd zo dansen. Nou jongens, onze kamer ziet er nu zo uit. Valt gelukkig wel mee. Het was heel erg. Gisteravond kwam Thijs. Huh? Ik heb hem een blauwe bus gelaten. Ja, dat weet ik niet, liefje. Zo gaat het hier de hele tijd. Maar ja, ik geniet. Oh, mijn camera is een beetje wazig. Oké, ik twijfel mijn camera mee te nemen. Ik weet niet of het een heel goed idee is, want ik hou er niet van om mijn camera mee op stap te nemen. Ik denk gewoon een beetje filmpjes met mijn telefoon gaan maken en dan plak ik het gewoon hier aan. Nou jongens, Eldo ready! Eldo ready! Yeah! Shut up! Ja, waar gaan we even opstarten, krachtensvet te zoeken. Maar als ik het allemaal even niet meer weet, dan kijk ik 1 keer naar rechts. En zie ik mijn prachtige vriendin en denk van wow. Zo makkelijk kan het ook zijn. De natuurlijke energie, niet zo goed als de natuurlijke energie. Vakantie is echt goed voor ons, hij is zo lief voor mij. We gaan dus nu eten bij Wow Ibiza. Nou brood jongens, op een leuke avond. Cheers. Ibiza, laten we een lekker gek doen. Hey vlogger! Welkom in Ibiza! Ja, dat is niet zo. Hi! Hi! Het is eng of zo? Wat? Wat heb jij voor? Ik heb dat. Ja! Zo, het ziet er lekker uit, hè, wat is dat? Mister Romantoos. Sorry? Mister Romantoos. Ik heb geen idee wat het is. Het is wel een beetje apart.
Ja, maar... Is het één of zo? Eén chocola? Nee, niet. Hi, this is Joan, all the way from Ibiza. Ja jongens, ik ben tijdens het editen erachter gekomen dat ik helemaal ben vergeten om mijn vlog af te sluiten. Dus ja, ik zit hier even lekker op mijn laptopje alles te doen. Dat vind ik niet zo netjes. Dus bij deze, heel erg bedankt voor het kijken van deze Ibiza vlog. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Volgende week woensdag komt Ibiza part 2. Ja, zet even een leuke comment erachter als je wat, als je iets leuks te melden hebt of een leuke reactie hebt. En doe vooral even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Doei doei!